Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de september reading doen voor de vissen. En ik wil beginnen met de opgestegen meesters. Ik hoop dat er een prachtige boodschap uitkomt. Prachtig in de zin van dat je daar iets mee kan. September voor de vissen. Ik ben heel benieuwd. Wat is er voor de vissen voor september? Een mooie boodschap van de opgestegen meesters. Kijk of je er iets aan hebt. Kijk of het resoneert. Als het niet resoneert, ja, dan is het gewoon niet een boodschap voor jou. Het kan altijd later komen dat je denkt, hé, ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Colette heeft het gezegd. En het gaat natuurlijk niet om alleen maar voorspellingen en helderziendheid. Het gaat ook om de intuïtie, het intuïtieve. Het voorvoelen. Het helder wetende en het wat mij, wat ik heb, het helder weten en helder voelende. Gezondheid en heling. Oké. Ik ga even kijken wat het boekje daarover zegt. Gezondheid en heling. Ja, waar is het? AMCFG. Ja, gezondheid en heling. Deze kaart betekent genezing. Jouw diepere helende kracht is gewekt en je wordt geroepen anderen te helpen gezond te worden. Net zoals je zelf geheeld bent, zo wil je ook dat anderen een goede gezondheid en vitaliteit kunnen genieten. Je wordt ondersteund in het kiezen voor de noodzakelijke veranderingen in je leven, zodat je door kunt gaan met het helen van jezelf en anderen. Laat alle angst varen, alle beperkende overwegingen. Om je volledig open te stellen voor de wonderen van het hele. Wauw. En verder betekent deze kaart. Een ziekte of een blessure is genezen of aan het genezen. Je bent een healer. Het is een goed en betrouwbaar moment voor jou om over te stappen naar een carrière van helen. Bestudeer de diverse manieren van helen. Wauw. Dit is toch fantastisch. En je bent natuurlijk een heel intuïtief teken, waterteken. Het is fantastisch. Het heeft met helen te maken van anderen, maar ook van jezelf. We gaan gauw verder. De september reading voor de vissen. Mooie kaart vissen. Ja, misschien ben je inderdaad aan het revalideren van een blessure. Er vallen er twee. Althans, twee die op. Oh, nou, dit moet het zijn. Het zijn er een heleboel, maar ik laat het toch gebeuren. Een broken ring. Ergens gaat er een einde aan komen. Wegen die gaan scheiden. In een romantische breuk of in een werkbreuk of in een vriendschapsbreuk. Er is heel duidelijk een einde aan iets aan het komen. Het grappige is dat ik nu denk ook aan breuk, hè? Aan een breuk. Dat je iets gebroken hebt, dat je aan het genezen bent van een blessure of van een gebroken enkel of knie misschien zelfs wel. Kijk wat resoneert, het is echt ongelooflijk. Het heeft te maken wat hier naast elkaar ligt, helen van een breuk. Het kan ook zijn dat je mentaal aan het helen bent van een breuk. Het hoeft niet fysiek te zijn. Het kan mentaal zijn. Er is hier een vissen in herstel. Althans, dat gaat gebeuren. Want ik weet niet of de breuk al heeft plaatsgevonden en dat je nu midden in die heling zit. Dit is werkelijk ongelooflijk wat hier ligt. Ik zou het eigenlijk zo moeten neerleggen, maar jullie weten van mij dat ik niet in de volgorde denk. Ik kijk wat er ligt in zijn totaal. Een leeuw. Het kan zijn dat er een leeuw in je energie zit. Dat hoeft niet, want het wordt hier ook bedoeld als een leeuw. Hè? Het dier een leeuw, niet als sterrenbeeld, maar gewoon het dier leeuw. Het is tijd om te acteren.
Je zwemt rondjes, je bent ergens omheen aan het breien. Het lijkt wel alsof je de kern niet durft aan te pakken. Je bent op weg, je bent op weg, maar er is nog van alles te doen. Ik, ja, weet je, als ik het letterlijk bekijk, zie ik hier dus een berg. Misschien heb je wel iets gebroken tijdens het wandelen of iets gekneusd. Maar dit vind ik werkelijk ongelooflijk. En daarom, er kunnen meerdere stories op zitten. Het heeft te maken met een breuk. En of dat nou een lichamelijke breuk is of een mentale breuk, kijk wat resoneert. Maar je gaat er ook van helen. Absoluut. Neem de tijd. Er is een oudere vrouw in jouw energie. Een oudere vrouw. Een oudere vrouw, iemand die ouder is dan jij. En er ligt ook letterlijk een nieuw huis, nieuwe manier van leven. Het heeft ook te maken met schoonmaken. Er is hier een vissen ongelooflijk aan de weg aan het timmeren. Er moet van alles opgeruimd worden, er moet herstel. En ik zeg moet, omdat er werkelijk een noodzaak is. Er is een noodzaak om ergens schoon schip in te maken. Dit huis heeft voor sommige vissen te maken met een breuk. Een breuk waardoor je een nieuw onderkomen nodig hebt. Of er gaat iemand weg. Er wordt iets schoongemaakt, er wordt iets opnieuw begonnen. Er is zoveel energie in deze kaarten die te maken hebben met nieuw, met herstel, met schoon. Niet met lijmen. Deze breuk wordt niet gelijmd. Het gaat helen, mentaal, en het gaat fysiek gaat het helen. Maar heb er geduld voor. Het kan namelijk niet eventjes weer zo aan elkaar geplakt worden. Het heeft tijd nodig. Ik ga verder met de kaarten. Ja, er ligt hier... Het kan zomaar zijn dat er zelfs een vissen is die met twee dingen tegelijk te maken heeft. Je hebt het druk met herstel, met schoonmaken, met opnieuw. Kijk nou eens. Een kreeft. Je hebt te maken met een kreeft. Ook een waterteken, ook gevoelig, ook geneigd om in het intuïtieve te kunnen helen, een ander te kunnen helen. Wat is er aan de hand, vissen? Twee gevoelige tekens die met elkaar te maken hebben. Het kan een opsplitsing zijn, hoe zeg je dat? Dat jullie wegen gaan scheiden. En dat er behoefte is om weer schoon schip te maken en ruimte. Is het een oudere vrouw, een kreeft, die probeert om met jou gesprekken te voeren, om te helen? Het staat helemaal in het kader van herstel. Het is ongelooflijk, een kreeft. Misschien die oudere vrouw die een kreeft is. Er komt een boodschap naar je toe die je niet wil horen. Ja, dit heeft te maken met een breuk. Oh, dit heeft zo te maken met een breuk voor de vissen onder jullie die te maken hebben met een mentale breuk. Een hoe moet ik dat zeggen? Ik zeg het verkeerd. Met een breuk tussen jou en met degene waarmee je te dealen hebt en dat je mentaal weer moet bijkomen van een breuk. Zo moet ik het formuleren. Er komt een boodschap die je niet wilt horen. Mocht het zijn dat je naar een healer of een reader bent geweest waar je iets hebt te horen gekregen, waar je helemaal, wat je niet wil horen, misschien is het wel deze legging. Dat ik voor jou die healer ben en dat je dit niet wil horen. Dat je niet wil horen dat er een breuk op komst is. Maar er is werkelijk een breuk op komst. En wat ik al zei, het kan zijn in een baan, het kan zijn in de liefde, het kan een fysieke breuk zijn. Kijk wat resoneert. Maar je gaat ervan herstellen, absoluut. Ik durf bijna gewoon geen kaart meer eruit te laten. Kijk, daar is er eentje. Je krijgt een negatief advies van een vriend of familielid. Dat zou wel eens die oudere dame kunnen zijn. Misschien een moeder, een oma, een tante of een zus.
En of jij nou een man bent of een vrouw, dat maakt niet uit. Maar er ligt hier een negatief advies. Ik heb het gevoel dat je de... er is hier iemand en het zou jij kunnen zijn, vissen, die het niet wil horen. Want het kan natuurlijk een vice versa verhaal zijn. Dat jij een verhaal vertelt of met een verhaal komt naar de kreeft. Of naar een oudere dame, iemand waar je een relatie mee hebt. Maar het kan ook zijn dat jij iets te horen krijgt. En dat je dat niet wil horen en dat je gewoon niet wil dat er wordt opgebroken. Al was het maar omdat je niet alleen wil zijn of uit een soort faalangst van het is me weer niet gelukt, het is me weer niet gelukt. Ik kan het niet waarmaken, ik kan het niet geven. Je gaat van alles aan jezelf twijfelen dat je het niet goed hebt gedaan. En misschien wil je, ondanks het feit dat het beter zou zijn, omdat er allerlei redenen zijn om op te breken, dat je toch bij elkaar wilt blijven. Misschien uit materiële zin, omdat het makkelijker zou zijn. Maar je krijgt een negatief advies van een vriend of familielid. En dat zou zomaar kunnen zijn, nee, ga. Niet blijven uit een soort veiligheid of uit een soort zekerheid. Dat is wat ik hier zie liggen. Het betekent dat het huis ook opgeleverd moet worden. Aan kant moet gemaakt worden. Misschien wel verkocht. Oh, daar komt er eentje. Die moet ik wel hebben. Kijk nou eens. Let maar op je dromen. Je krijgt dingen te horen die je niet wil. Ik moet even de kaarten weer goed. Want ze zitten door elkaar. Ze zitten allemaal door elkaar. Wacht even hoor. Zo en zo. Dan klopt het weer. Ik ga ze nog eens extra schudden. Kijken of ze allemaal goed weer met hun bovenkantje liggen. Wat is er, vissen? Kijk eens. Je hebt ook te maken met de maagd. Er zijn hier meerdere mensen bij betrokken. Wie is die maagd? Is dat die oudere vrouw? Ga je bij iemand weg omdat er een derde in het spel is? Wat is er aan de hand? Ik krijg heel erg het gevoel dat er hier dat het rommelig is. Het is rommelig. Het is een rommeltje. Het is warrig. Het is. Er zijn meerdere mensen bij betrokken. Het heeft te maken met moeten kiezen. Dat je je mind op moet maken. Dat je mag kijken van waar wil ik nou werkelijk voor gaan? Ik voel besluiteloosheid, ik voel verkeerde redenen om ergens weg te gaan of te blijven. Het niet durven kiezen. Ongelooflijk, ik vind het heel veel. Ik ga daar een magische wegwijzer bij halen. Ik heb erg veel behoefte aan. Er is hier een vissen die te maken heeft met een maagd en een kreeft en een ouder iemand. Iemand die ouder is dan jij. Het kan heel goed die familiemember zijn. Iemand die jou toch op een of andere manier van advies dient. En misschien zelfs wel ongevraagd. Maar ga je er naar luisteren? Ga je er naar luisteren? Het is iets wat je niet wilt horen. Ik heb toch het gevoel dat die boodschap daar ook mee te maken kan hebben. Dat het advies van een familielid of een vriend, dat het je niet smaakt. Het smaakt je niet. Het is een boodschap die je niet wil horen. Omdat je er zelf een ander gevoel over hebt. Ja, twijfel, conflict in jezelf. Je weet het niet. Het is wel, het is niet, het is ja, het is nee. Wat is verstandig? Hoe moet ik het doen? Maar je gaat ervan helen uiteindelijk. Ik vraag me af of het al gebeurd is. Kijk nou eens, een wensput. Ben je 48? Ik kan niet goed zien of de breuk er al is, maar je hebt met meerdere mensen te maken. Het kan ook een kind zijn die daar ook een rol in speelt. Ja, je zou het liefst willen dat het op de makkelijkste manier gaat, lieve vissen, maar wat is dan de makkelijkste manier? Ik ga kijken wat het boekje erover zegt.
Ja, er is heel veel, maar je wil er eigenlijk gewoon niet in zitten. Wat heel logisch is, maar je moet er iets mee. Je moet iets. En ik weet niet hoe de rollen hier verdeeld zijn. Wensput. Verlangen is de heilige prikkel om te leven. Voel dit, maar laat alle gehechtheid aan eigendommen los. Heeft ook te maken met die zekerheid. De zekerheid, het materiële, de veiligheid, de angst voor het verlies, de faalangst, gezichtsverlies naar de omgeving. Er zijn allerlei redenen te bedenken om ergens in te blijven zitten wat eigenlijk niet goed voelt voor je. De belangrijkste prikkel om het leven te creëren is verlangen. Nu zie je de relatie tussen verlangen en inspiratie en voel je het moment van de waarheid wanneer je het begin van nieuw leven voelt. Het is een aha-moment wanneer alles zin heeft. Ik heb het net ook al gehad over nieuw. Nieuw, schoon, helen, herstellen. De magische wegwijzer heeft het er hier ook over. Stoepje schoonvegen. Het is natuurlijk een symbolische kaart. En op een of andere manier is het, je laat je beïnvloeden ook door iemand die toch wel een van invloed is. Je hecht aan die persoon zijn mening. Ik denk toch dat die oudere dame is. Misschien her en erken je een zielsverwant of word je zwanger of krijg je een idee. Deze kaart toont je de aanwezigheid van krachten die je nog niet had opgemerkt en die je in staat stellen om een nieuw begin te maken. Het is ongelooflijk. Goddelijke intelligentie activeert het veld van mogelijkheden, waar op een magische manier ook een nieuw leven wordt geschapen. Jij nog een ander weet op welke manier dit gebeurt of waarom. Het gebeurt gewoon. Tot dat punt kun je het groeiproces niet controleren. Liever gezegd, je mag een stapje opzij doen om een kanaal te zijn voor hogere krachten. Heeft ook te maken met je healers-eigenschappen. Ergens denk je praktisch. Je bent een intuïtief teken, maar je denkt heel erg praktisch. Je zit veel meer te denken in je ego van, ja, wat verlies ik? Hè? En dan, ik val in herhaling. Het heeft toch te maken met, wat heb ik nu? Wat heb ik? En dat heeft te maken met huis en duidelijkheid, boompje, beestje. Je mag vooropgezette ideeën over de manier of het tijdstip waarop deze nieuwe schepping verschijnt loslaten. Maak je eigen plan en onderneem actie door een munt in de wensput te gooien. Mooi, hè? De leeuw, time to act. Ja, het is wel tijd om te beslissen, vissen. Ik denk dat je hier al langer mee bezig bent. Of die breuk nou al echt geschied is of niet. Er zit ergens iets waarin je naartoe aan het zwemmen bent. Maak je eigen plan en onderneem actie door een munt in de wensput te gooien. En vertrouw dan op spirit. Wees erop voorbereid dat je verbaasd zult staan. Deze kaart kan ook betekenen dat het niet het moment is om iets geforceerd te laten gebeuren in je leven. Vooral niet wat aan je lijkt te ontsnappen. Je kunt niet eisen dat het universum je alles geeft wat je wilt. Wensen waaraan niet tegemoet worden gekomen kunnen uitbarsten in een vernietigend obsessief vuur. Doe een stap terug, haal adem en geef geen aandacht meer aan wat je wilt. In plaats daarvan vraag om wat je nodig hebt. Alleen de ongeziene weet op welke manier wens en inspiratie op één lijn kunnen worden gebracht en hoe dit wordt gemanifesteerd. Heb vertrouwen wanneer de munt in het mysterie van de donkere put verdwijnt, op de bodem van de bron. Het heeft geen zin om dat wat je wenst als waar te beschouwen. Je mag samen met spirit creëren, geen eisen stellen. Je krijgt nu misschien al wat je wilt. Vergeet nooit dat het leven bestaat uit keuze. Doe een wens, maar stel je open voor de betoverende manier waarop spirit je wens vervult. Het is echt heel bijzonder. Ja, je kan het ook loslaten. Het hangt ervan af wat ik net al zei. Het kan een vice versa verhaal zijn. Ben jij degene die een boodschap te horen krijgt die je niet wil horen? En slaat dat op iemand die eigenlijk de wegen wil gaan scheiden? Of is het een andersom boodschap?
En is het die boodschap of komt deze boodschap als advies van een familielid? Degene voor wie dit bedoeld is, die weet precies wat hier aan de hand is. Gezondheid en heling. Het staat voorop. Dit is het belangrijkste. En daarom vind ik de magische wegwijzer ook zo belangrijk met de informatie. Kijk naar wat je nodig hebt en niet naar wat je wilt. Dat is heel erg belangrijk, want iets wat je wilt kan iets totaal anders zijn. En het zou mij niet verbazen dat het hier gaat om een driehoeksverhouding. Dat je met de ene wil opbreken en met de ander iets aan zou willen gaan. Een maagd? Een kreeft? Er zijn meerdere mensen in deze legging waarmee je te maken hebt. En op een of andere manier weet je heel goed als intuïtief teken wat je het liefst zou willen. Maar is dat ook wat je nodig hebt? En als die twee dingen op elkaar gelegd kunnen worden, dan zou dat je besluit kunnen zijn. Ja, ik heb toch heel erg het gevoel dat deze boodschap komt van een familielid. Van een familielid of vriend. Een boodschap die je niet wil horen. Iemand die gaat proberen om jou uit je hartewens weg te halen. Iemand die ook misschien denkt in veiligheid en zekerheid. En joh, wat laat je achter? Hè, een huis, er is gedoe. Er komt gedoe. Er komen juridische dingen. Het is gedoe. Maar laat je je daardoor leiden of maak je je eigen plan? Maak je eigen plan, vissen. Want wat is voor de lange duur voor jou het fijnst? Nou, ik vind het wel een hele bijzondere legging voor september. Het is best pittig, maar het komt allemaal goed. Hele en gezondheid staan voorop. En ik krijg daar toch ook een beetje het gevoel bij dat de situatie waarin je nu zit, met een kreeft of met een maagd, kan ook iemand anders zijn. Kan deze oudere vrouw zijn. Dat dat jou niet goed doet, maar dat opbreken een heleboel consequenties kan hebben, omdat er meerdere mensen bij zijn gemoeid, mee zijn gemoeid. Ja, vissen. Ik zou willen dat het alleen maar te maken heeft met een gekneusde enkel of een gebroken teen misschien. Maar ik heb toch het gevoel dat het te maken heeft met een breuk tussen twee mensen die eraan zitten komen. Of die net is uitgesproken. Succes!